je nu kijkt naar de oplossing die gezocht wordt, dan is het natuurlijk met heel erg veel geld. Politieke pijn afkopen, boeren compenseren voor eigenlijk vervuiling en uitstoot. Waarvan je kan afvragen, waar je eigenlijk moet zeggen, dat had nooit zo mogen gebeuren. Mm-hmm. En nu worden de kosten van die uitkopensommen, die worden natuurlijk afgewenteld op de generaties die komen. Jonge generatie, je hebt kinderen in de leeftijd van 14, 16, 20 geloof ik. Ja. Is je verhaal dan, die moeten daarvoor boeten uiteindelijk, voor dit enorme bedrag van 24, 25 miljard, dat voor de boeren klaarstaat, voor de veeboeren? Zeker, en dan kijken we nu naar dit loket voor de boeren. Mm. Maar de manier waarop transities in gang worden gezet met heel erg veel geld, leg die rekening bij de volgende generaties. Terwijl je eigenlijk moet zeggen, moeten we niet gaan beprijzen wat eigenlijk nooit had gemogen. Dus dat je eigenlijk de kosten gaat leggen bij de mensen die tientallen jaren gigantisch veel winst hebben gemaakt bij het uitstoten, bij het vervuilen van de omgeving.